Ik hoef mij een toelichtende vraag, omdat de president toen net had dat het bekend is dat Rob sociale zaken ja, ja, ik heb het hier in het programma gezegd. Ja. Kunt u dat toelichten? Oké, dan ga ik het nog een keertje herhalen. Ja. Hier in uw programma heb ik een keertje gezegd dat er een probleem is daar bij sociale zaken. Namelijk dat er een minister daar zit die geen centrale aansturing van het beleid kan geven. Omdat hij daar met een eigen kabinet zit, maar zijn directeur daar zo die ook een apart kabinet heeft. En inmiddels heeft de IDB een PIU daar geïmplementeerd voor uitvoeren van sociaal programma. En deze drie componenten communiceren niet met elkaar. En wie wordt de slachtoffer? De samenleving. En wie wordt uitgescholden? Maar één persoon in het land. Eén hiervoor. Ik ga zelf raden. Dus ik ga ingrijpen.